2020 was voor mij echt een bijna alsof ik daarvoor door 2019 daar doorheen moest gaan. Met de chakras die bij mij geactiveerd werden, avond in het ziekenhuis op de hartbewaking. Daarna dat uit mijn dromen halen. En alles wat ik daar geleerd had. Toen kwam ik in de stream dingen terecht. Rond het podium en zo. Zag ik echt zo iedereen bang en boos doen. Dat ik echt dacht, misschien willen mensen wel weten dan wat ik te zeggen. Misschien voelen ze wel dat ze denken, ja inderdaad. Mensen moesten echt stoppen met bang en boos doen, had ik het idee. Dan zouden ze ook minder met de emoties om hen heen bezig zijn. En dan zouden ze de emoties, de gevoelens in hunzelf, zouden ze gaan begrijpen. En dat wat ze denken, daar konden ze dan voelen in het lichaam wat er door hen heen ging. En dan het denken en het voelen als dat één zou worden. Nou, dan wist ik gewoon, dan zouden de zintuigen zo'n boost krijgen. Dat niet alleen die vijf zintuigen die we hebben, dat die veel sterker zouden zijn. En echter, omdat je dan zonder emoties ben je echt aan het waarnemen. Dat daarmee ook gewoon andere zintuigen open zouden gaan. Zoals de pijnhoek lent en het derde oog. Als die zouden opengaan, dan zouden mensen echt een groei in bewustzijn maken. Zouden ze hunzelf beter leren kennen. Dan waren ze niet in als, ja, hun ego zou echt transformeren. En echt oplossen naar een hogere zelf. Dan zou alles zo anders worden. Zouden mensen bij hun ziel terechtkomen. Ja, dat ik daar de streamwereld instap. Had ik eerst echt het idee, zit ik nou echt in een spirituele groep? Zijn de mensen hier wel met God? Herkennen ze wel het God wat ze in zichzelf hebben? Maar mensen waren echt alleen maar bezig met drama. Ja, ik doe mijn lampie, mijn lichtje, dat stop ik in anderen wanneer ik ze beoordeel. En wou ik misschien alleen het goede in hun zien. En beoordeelde ik niet zozeer de slechte dingen, maar gaf ik mensen advies. Of hoe ik het zou doen. En heb ik ook wel mensen streng tegen gedaan. Dat ik denk, kom op man, je bent toch bewust. En waarom ben je dan niet bewust van wat er nu gebeurt? Dat ik na een tijdje en ging doorhebben. Mensen die gaan niet uit het bange en boze stappen, want er zijn gewoon mensen, groepen, instanties, die mensen maar bij dat bange en boze houden, maar in de emoties en daarom, bij hun, dat daarom de mensen bij hun ego bleven. Ja, en eigenlijk dan de laatste maanden dat ik dat wil aankaarten. Dat ik echt het idee, mensen willen niet naar mij, met mijn ziel luisteren. Want mijn ego, die is niet zo leuk. Maar die is er ook niet. Maar mensen met een heel groot ego, dat daar wel naar geluisterd werd. Veel mensen worden wakker en willen geen schaapje zijn, man. Ze zijn uiteindelijk gewoon headers gaan zoeken op het internet. Aan het RIVM, AIVD en zo, die had de headers al klaarstaan. Die wisten natuurlijk al wat eraan kwam. Net als dat de bepaalde testen
gewoon al een jaar eerder, voordat corona uitbrak in alle landen lag, wisten hun ook gewoon al dus. Sommigen leken het echt van, die waren al een jaar voor corona waren ze bezig met wat ze deden. Maar die hebben dus iets moois neergezet, waar ze dan konden op verder borduren wanneer het corona zou gebeuren. Ik baal er wel van dat er heel weinig mensen bij hun ziel gekomen zijn in 2020. Mensen niet met hunzelf bezig zijn. Niet de waarheid zien, niet de leugens herkennen. Mensen konden echt aan hunzelf werken, konden hun karma oplossen, zichzelf beter leren kennen, de gevoelens begrijpen. En achteraf is toch wel duidelijk dat weinig mensen met de solar eclipse van 14 december, dat 21 december. Hebben ze helemaal niks gedaan aan transformaties met hun, rondom hun karma. Ja, en dat sluit dan af met de volle maan. Ik denk, ja, mensen zijn alleen maar leuk met die hypes meegegaan, net als dat ze met alle conspiracies mee moeten gaan. Ik hoop dat 2021 dat mensen hun hart gaan vasthouden. Echt degenen die niet aan zichzelf gewerkt hebben, daar gaat dit jaar echt aan gewerkt worden. Die mensen die met de emoties, die gaan hele zware emoties krijgen. Mensen die met hun ego bezig zijn, die voelen niet en die zien niet het God en alles om hun heen. Dus mensen die gaan de vibraties ook niet waarnemen, mensen gaan de geluiden niet horen. Het groeien van je hartchakra, die koude deken om je heen, die gaan mensen ook gewoon niet als een positief iets zien. Dus die gaan heel veel pijn krijgen en druk op de borsten. Dat noemen ze dan corona. In lage frequenties hangen, dan is het ook echt corona. Dan is het niet een de hogere frequentie, de energie van God die meer in jouw lichaam komen. Maar dan is het ook, dan voelt het voor de meesten denk ik ook gewoon als een virus. Mensen worden allemaal maar dom gehouden. Mensen houden zichzelf ook graag dom. Ik vind het wel veilig in die matrix. Maar dit gaat een jaar worden. Het gaat zwaar voor hun worden, maar het gaat ook zwaar worden voor de mensen die wel al bij hun ziel waren. Als ik gewoon alleen naar mezelf kijk, waar ik doorheen heb moeten gaan in 2020. Waarbij ik echt voor iedereen goede bedoelingen had, echt alleen maar mijn waarheid sprak. Gewoon gedaan heb met alles wat ik deed en beantwoordde wat ik zei. Alsof we gewoon overal camera's hingen en alles meekeken. Alsof God gewoon met alles meekeek. Waardoor ik wel bij mezelf kon blijven. Ja, dat uit in die witte arena, heel 2019. Voelde voor mij gewoon al. Alsof ik er wel al was. Maar dit is echt een test voor mij ook geweest. Ik heb gelukkig niet boos gedaan, maar ik ben wel streng geweest. Ik ben niet verdrietig geweest of maar wel teleurgesteld. En dat wordt gedaan, dat is allemaal bij mij gedaan door mensen die nu nog steeds kunnen doen alsof ze echt zijn.
Mensen luisteren graag naar neppe mensen met een heel groot ego. Mensen met een ziel en een klein ego. Dat is heel makkelijk wegdrukken. Maar dit jaar, 2021, gaat alles. Dharma, karma. Gaat echt zwaar wegen wat je in 2020 hebt gedaan. 2019 en 2018 tellen daar ook bij mee. Dus 2021, 2022 en 2023 gaat bijna een spiegel zijn van de eerste drie jaren. Mens gaat vanzelf dingen zien en ja, het is wachten. Ik hoop gewoon dat mensen mijn ziel gaan zien en dat ze dan weten dat ik echt de waarheid spreek. De dingen die ik heb geleerd, dat ik dat aan andere mensen heb willen geven, dat ze er ook wat mee konden doen. Maar mensen willen dingen niet horen. Dus dit jaar gaan mensen dingen zien. Ja, je kan nu wel voelen wat je denkt en denken wat je voelt. En je zintuigen gebruiken. Maar God gaat nu jouw route bepalen.